Dag, beste mensen, zijn we weer. Discussola. We zitten op het livestream, maar ik ga deze video eens even opnemen. We zitten momenteel hier op station Enkhuizen en we gaan naar Amsterdam toe. Snelletje van 80 minuutjes onderweg, 1:20. We gaan stoppen te Enkhuizen, staan we nu, heel logisch. Boven Kaspel Flora, boven Kaspel Grotebroek. Grotebroek denk ik dan. Dan gaan we nou naar Hoog Kaspel, Kersenbolgert, Hoorn, Sloterdijk en Amsterdam Centraal Station komen aan om 12:23. Het is ook geen scenario dus van een uurtje. Maar ja, er stond geen scenario bij. Net, maar niet. Dus deze gaan we even rijden. Uurtje. Het is inmiddels 10:30. Dan pas ik even een heel korte pauze in. En daarna doe ik nog even een scenario in Engeland. Lijkt me een goed plan. Zal als de ATB maar even... Zit hier aan de bel. Kom maar. Dan laat ik even de ATB even uit. Want ik weet trouwens niet hoe ik hier nou... dat is een beetje dom trouwens. Ik weet trouwens niet hoe ik de noodstop hier kan uitdoen. Ik weet niet hoe dat nou precies moet. Ik moet eventjes... kent die tekst wel? Read manual. Die is dat. We mogen er vandoor, zie ik. Hartstikke fijn. Nou, gaan we dan op naar Amsterdam. We rijden trouwens met een 4 bakjes. Het is een stukje morgen weer 40 km per uur. Nou, kijk wel wat aan te bellen. Moet wel een beetje professioneel lijken, hè. Moeten we een beetje de boel in de raad gaan houden. En de boel goed op de rem met de vingers. Ik vind het wel een beetje erg voor lijken op hetzelfde idee als de route naar Den Helder toe. Dit. Ook dit station trouwens. En ik was hier dus nog nooit geweest in Enkhuizen. En nu rijd ik dus deze route wel, maar ik zit nu even te kijken met een grote vraagteken. Als iemand hier nou... Krijgen, heb ik deze route wel een keer gereden al. Nee, kijk. Hier zit dus niet die afslag op. Die zit wel in Den Helder. Maar voor mij is dat geen afslag naar een andere stad toe. Dat is voor mij gewoon het opstelterrein, volgens mij. Oké. Okay. Kan zijn dat ik... Hey, McDonald's, Happy Meal. Happy Meal, jee. Maar we kunnen... ik dacht eigenlijk dat het een beetje hetzelfde... Ik heb hier dus nog niet gereden. Ik dacht dat ik hier al een keer gereden had, deze route, maar ik dacht dus. Kom goed. Waarom staat trouwens de bovenleiding zo scheef? Ah, ik ben echt van die details, echt. Dat word je echt, daar word je niet vrolijk van. Jo, morgen 130. Maar we komen al aan in boven Kaspel Flora. Dus ik ga niet hard nu. Station boven Kaspel Flora. Oh, ik zal even de muis even weer wegdoen. Ik hier alvast even een paar foto's maken. Voor de video's die later terugkomen. Oh, ik zit iedere keer met die verkeerde knop. Daar word je echt doodongelukkig van. Maak hier een fotootje. Die is weer weg. Zo, fotootje maken. Zo. Ik leuk kijken hoe laat moest ik hier aankomen om 17 en ik moest vertrekken om 37. Dus we zijn al te laat. Oh, dat is wel een mooi vrachtwagen wat er trouwens staat. Kolbacher. De koningin onder de mieren. Lekker trouwens, kolbachertje. We mogen er weer vandoor.
Ja. Op naar Boven Kaspel Grotebroek, spoor 2. Oké, okay, zometeen dus een Engelse route. Welke route dat moet zijn? Roepen, er is wat. We kunnen wel een stukje Newcastle Edinburgh doen. Of we kunnen een stukje Peterborough Londen doen. Of we kunnen een stukje Ipswich Londen doen. Ik heb overal wel mooie scenario's voor. Of we kunnen van Glasgow naar Edinburgh. Of we kunnen een klein stukje op de East Coast Mainline gaan rijden. Of de West Coast Mainline. Keuze is reuze. Station Boven Kaspel Grotebroek. Poepen de Broek? Nee, Grotebroek. Er is nog een museum hier trouwens. Oh nee hè. Altijd eng dit. Oef. Dit is een museum. Ja, maar... Hey, Febo! Oh, zet ik ook een kreetje halen. Lekker. Sammy avonturen. Het is zwemsensationeel. Zwem? Stationeel? Oké. Okay. Ook in 3D. Oh, fantastisch. Waarom sta ik hier trouwens zo lang stil, joh? Oh, oké. Okay. Waarom staan daar al de spoorbedichters, vraag mag? Oh, vind ik ook wel erg vroeg, trouwens. Oh, was dit niet trouwens dat level of dit scenario met al die statistische treinen? Dat kan het ook wel zijn. We kunnen wel wat aan doen hoor, eventjes. Een klein stukje achteruit rijden. Hè? Kijk. Oh ja, rijdt nu wel, zie ik. Kijk. Kunnen ze even over de sporen doorgaan. Kijk, nou, dat duur sta ik open weer. Goed, hè? Ja, joh. Waarom sta ik hier trouwens zo lang stil, joh? Wat is daar de reden van? Oh, nu gaat pas de deur lopen. Koekoek. Oh, hij gaat pas om 31, joh. Goeiedag, hé. Maar hoe laat was ik hier dan? Oké, vreemd. Nou, zo kan ik wel lang, zo kan ik ook wel een scenario maken. Dus gewoon op iedere halte gewoon 4 minuten moet staan wachten. Zo, we gaan er weer vandoor. Nu krijgen wij station Hoog Kaspel. We moeten dus van Enkhuizen naar Amsterdam rijden we dus nu. Ik denk dat ik bij Horen. En dan moet ik Intercity, denk ik. Want daarna ga ik een hele stop maken te Sloterdijk. Dit stukje maak je trouwens maar 100. Wat vervelend. En dan, als we hiermee klaar zijn, dan ga ik eens even die Tesla even openmaken. Kijken hoe die smaakt. Ik vind het jammer dat hij hier geen koersdrol opgebouwd heeft. Nou, als ik op de R erop is, blijft hij dan wel doorrijden op die R-stand.
aankomen in Hoogkaspel, zegt hij, om 33.37. Dat is dus nu 33.41. Ik ben een klein beetje te laat. Nou, het is wat letterlijk, 5 seconden. Zie. Dat valt ons wel mee. Dames en heren, volgende stop is station Hoogkarspel. Station Hoogkarspel. 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 Dat is een hoogkapsel. Oh. Zo, ik ben wel aan het vertraging aan het creëren nu, zie ik. In de rem. Fijne vent. Zo. Vrij krap bronnetje moet ik zeggen. Nou bronnetje. Beautiful stop. Kijk, okay, hier staat ook een 2 minuten stilje. Maar je kunt dan wel weer je vertraging weer terugpakken. Misschien dat hij dat wel gedaan heeft, misschien. Dat je tussen de seizoens wat meer tijd hebt. Hé, hey, waar rijdt trouwens ook achteruit, zie ik. Oh, oké. Okay. Dat doet Christus op mij altijd volgens mij achteruit rijden. Zo, we hebben al vrij lang stilstaan, moet ik zeggen. Dat is wel vervelend. Oh, Kasper. Ik zit nu weer in mijn hoofd. Jo. Draagbandje maken? Oh. Daar, draagbandje. Oh, precies voor een paal. Leuk. Toch had hij. Cool. Nice view. Door naar de volgende stop is station Kersenbogert. Kersenbogert. Spoortje nummer 1. Komen we aan om 40.10. Hij zegt nu ITA 40.19. Dus ik ben nu 9 seconden te laat. Bliksems. Dat is niet altijd het beste. Oh, fireworks. Goed. Oh, het is heel goed zelfs. Oh, mamma mia. Oh, ik zal opschrijven. Laat ik hier nou een scheet? Ja. Ik laat een scheet, sorry. Ik geef het eerlijk toe. Oké. Okay. Die goed dit hoor, echt niet.
gegeten dan? Nou, spaghetti. Afgelopen week heb ik weer India's gegeten. En bij onze vaste India-tent, waar ik vaak kom, bij Gandhi, dat is bij Marieke. Echt een top restaurant waar je top kunt eten. Als je van India's houdt, natuurlijk. Ze hebben verschillende gerechten, van pitta tot aan normaal. Tandoori keuken tot aan vindaloo. We halen altijd een vindaloo op. Dit is de pittigste variant. Die is ook echt pittig. En ze zeggen altijd, hè, een goede vindaloo die brandt 2 dagen. De eerste avond in je mond en de tweede avond in je kont. Nou, dat heeft dus ook bij mij gewerkt. Zondag heb ik weer lopen janken op de wc binnen. Want het brandde echt. Het was best wel, ja. Vroeger gingen we ook wel eens naar Utrecht toe, naar de Taj Mahal. Ook een zo'n mooie tent. Ik ben 1 keer een dag voordat wij op vakantie gingen naar Newcastle. Heb ik ook, die dag ervoor zijn we ook naar India geweest. En toen heb ik ook lopen schreeuwen op de wc, de tweede dag. En toen zeiden jongens, ik was met een groepje jongens, zei, hoe is Casper gisteren naar India geweest? Ja, dat klopt. En toen, zo in die wc, joh. Dat was best pittig. Maar het is al wel donders lekker. En ik vind het is pittig, maar de smaak blijft er nog 5-6 in zitten. Dat vind ik dan wel knap. Ik heb hier trouwens geel. Dat zou misschien te maken hebben dat er weer een passerende trein meteen komt. Ik vast even in de rem nu. Dat is meteen Sandje. Mag je hier. Hé, hoezo? Ook mag je maar 60 hier. Oké. Okay. Dames en heren, jongens, bij het station Kersenbogert. Station Kersenbogert. Wat een rare naam trouwens voor een station. Kersenbogert. Mag hier trouwens ook nog maar steeds 60. Ik ben nu. Even kijken. Ik ben nu al bijna een minuut te laat. Dan komen we op 42. Ik heb dat trouwens ook rood, zegt hij. Wat dan nou? Ja, ik heb daar rood. Oh, ik denk dat ik dus een passeertrein. Die komt zo meteen. Of tegentrein. Oh, sorry. Moet je wel goed zeggen, het zijn tegentreinen, het zijn niet passeertreinen. Die. Oh, en weer een boertje erbij. Lekker. 3 kwartier, dan hebben we het biertje van de week. Ik ga daar echt een keer een videootje van maken, hoor. Beach van de week. Leuk. Oh, we gaan trouwens naar het andere spoor, zie ik. Omdat hier schijnt een dubbelsporig rot hier. Dat zou me niks verbazen. Dat is zo'n Kersenbogert. Ik vind het nu meneer, want het is niet zo heel erg dicht bij die. Oh, dan doe ik het weer. Nee. Don't do it. Ik zal even zeven, want. Ik krijg nu een melding op YouTube. Hé, hey, top man. Moet ik eens met er wel weggaat. Ja, top. Oké, okay, Kersenbogert dus. Nou, je ziet hier al een beetje. Ja, wat is het voor station zometeen? Het is allemaal wel. Het is een vrij goed. Oh, hier is trouwens weer een halt. Is dit. Dit is Hoorn. Ja, dit is Hoorn. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het gewoon in Hoorn, dus. Oké. Okay. Het is dus gewoon Hoorn. Het ligt aan elkaar vast. Misschien is het wel Hoorn Kersenbogert. Dat kan natuurlijk ook. De wijk Hoorn Kersenbogert. Ik denk dat dat ook is, denk ik. Waarom
Rij ik niet. Oké, okay, nu wel. Kijk eens. En weer door. Is dat Mr. McDonald die nu online komt? Of is Mr. McDonald nu ook thuis? Dat zal toch wel mooi zijn. Een stukje gezelligheid in de tent. Dames en heren, jongens, bij het volgende seizoen is het seizoen horen. Ik hoor je niet. Brrr, flauw. Heel flauw. Het laatste stopt gewoon. Ja, dan gaan we in één keer door naar Sloterdijk toe. Mag ik hier 40? Ja, het mag hier. Ja, zie je wel. 40 degrees. Celsius. Hier is ook die... hier is toch dat stoom gebeurd, toch? Ja, hoor, is ook een stoomtrein. Dat is toch de stoomtrein naar... dat weet ik eigenlijk niet eens wat die stoomtrein raakt. Dat is niet een middenblik, toch? Even graai in mijn oor. Lekker hoor. Kijk, in de horen sta ik ook... kijk, in de horen sta ik dan maar 1 minuut stil. Dat is toch wel vreemd trouwens. Hoi, oh, hey, horen sta ik... Hoi. 4 minuten stilstaan op horen. Goeiedag zeg. Dat is wel een lange zit. Niet helemaal. Maar we zijn nu hier iets in 45. Nu ben ik gewoon een minuut te vroeg. Ik sta gewoon 5 minuten nu te wachten op horen. Oh, kan ik wel mooi even langs de zee. Dat is wel mijn voordeel. Trouwens. Station, horen. Ik hoor jullie niet. Station, horen. Er had ook nog een spulletje. Maar goed, het is 60. Ah, hier ben ik geweest daar laatst. Nou, laatst, dus ik voel al 3-4 jaar geleden volgens mij dat ik hier ben geweest. Ik doe altijd een city tour altijd. Met mijn zus, dan pak ik gewoon een stad. Dan zijn een keertje hoor geweest. Kijk, nu sta je hier, dus een godlange tijd sta je hier te wachten. Dan moet je, ja, dit is dan ook niet echt. Je kunt natuurlijk nog via de brug, hè. We hebben hier toen onze auto geparkeerd. Dan zijn we toen over de brug gelopen. En hier zijn we dan zo de business ingelopen van Hoorn. Mooi, business, een mooie plaats voor Hoorn. Zeker wel eens een keer een leuke plek om een keer heen te gaan. Echt wel. Ik ga eventjes gebruik maken van de wc. Ik ben zo weer terug. Ik heb even mijn glas. Dan denk ik aan jou. Geluk mijn longen en dan zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee. Oké, ik hou op. Ik pak even een glaasje water. Tot zo, niet weggaan. Niet weggaan, even naar de zee. Kom zo weer terug. Doei.
Zo, ik heb even weer wat water meegenomen. Je ook nog een cola heb je. Ook wel lekker, een beetje cola. Ik ben niet zo eens met die dienstrilling hier hoor, want het is wel een beetje apart. Oh, lekker cola zonder prik. Uitskolde best. Ja. Per portie van 250 ml, 408 kilojoule. Ja, is niet gezond. Eeuw. Jumbo cola. Kocht op Texel. De meest goedkoopste cola die je kunt krijgen. Er zijn een aantal dingen wat ik eigenlijk nooit zal veranderen met qua merk. Ten eerste, ik zou nooit aan de Kordaat gaan. Ja, mijn zwager drinkt Kordaat. Als ik Kordaat gedronken heb, een avond, dan heb ik daar een volgende dag last van. Dus ik daar gewoon de hele dag van op de pot. Het is gewoon restafval van de Bavaria. Nou is Bavaria ook al niet te drinken. Laat staan dan Kordaat. Mijn mening, hè. Als je zegt, van, nou, ik vind het lekker biertje. Bier, ga je lekker aan de Kordaat. Het liefst heb ik gewoon Coca-Cola. En niet die goedkope bocht van de Jumbo, Albert Heijn, noem maar op. Ik denk ook zeker weten dat die goedkope bocht ook wordt gemaakt in een fabriek. En de Jumbo plakt er een Jumbo stikketje op. En de Albert Heijn plakt er een Albert Heijn stikketje op. Ik denk dat het ook gaat. Maar, oké. Okay. Dat zijn twee factoren die ik dus nooit zal vallen. Ik denk altijd heb ik een golsje. Of ik neem een speciaal biertje. Of een binnen de tiende. Maar ik zal voor mezelf nooit goedkoper bier aanschaffen omdat het goedkoper is. Dan heb ik echt wel een biertje wat ook goed smaakt. Schols Hertog Jan. Texel. Hebben ze Hertog Jan op de tap. Oh, dat is echt goddelijk bier, jongens. Dat is zo lekker. Ik denk ook, ik hoop niet dat ze die sprinter laten vertrekken eerst. Doen ze dus wel. Ik denk dat hij op mij moet wachten tijdens de sprinter, denk ik. Waar gaat er een... Oh, die gaat weg trouwens. Waar gaat er een sprinter heen dan, als Kramer? Die gaat denk ik dan hierheen. Oh, die pakt... Ja, die gaat dan denk ik richting Alkmaar, neem ik aan. Nee, hoe gewaard kan ook. Oké, nee. Dit is logica. Nee, het is echt logica dit. De route hebben we ook nog gereden. Dat stuk waar dus nu die sprinter rijdt. Dan moet ik ook een keer kijken. Een keer horen, een keer. Dat maak ik hier op, want dit doet zo'n stukje wat ik nog gereden dadelijk. Er zijn wel meer stukjes hier wat ik niet gereden volgens mij op deze baan. Ik vond het wel heel vreemd dan, denk je van. Hoor een heel gewaard. Schrijf even op. Schrijf het even op. Dan gaan we door. Op naar station Amsterdam Sloterdijk. We komen om 12 over 12 en dan is het nog een klein stukje, half 1 gametijd, zijn wij in Amsterdam Centraal Station aangekomen. En doen we even een hele korte break eventjes. Dan ga ik even drinken voor mijzelf inschenken. Chipjes erbij die ik niet meer heb. En daarna pakken we nog even een Engelse route. Uiteraard, ik vind ook wel dat die er ook bij moet. Ik weet nog niet welke ik ga doen. Ik zit wel een beetje... ik weet denk ik wel een beetje welke ik ga doen. Ik pak gewoon een random route zo meteen. Ik heb wel iets op het oog. Wat het is, dat zie je zo meteen.
Dus we hebben nu 3 views. Kun je even om te abonneren? Hier loopt de bel. Blijf op de hoogte. Passeer ik dan ook nu geen Zaandammer zo dan? Waar kom ik dan op die lijn dan terecht? Hier zo kom ik op die lijn terecht. Ja, Zaandam. Ik hoef dus niet te stoppen op Zaandam. Oké, dat is leuk. Is er dan nog geen ICT-station dan Zaandam? Apart. Apart. Klaar. Koeien in de wei. Kijken of we een beetje op die 100... Dat is op de Petro dan. Ben je van positie? Nee, dan gaat hij wel omhoog, zie je dat, hè? De SZ2, nee, gaat ook. Is dat alweer aan zie ik. Ik heb een keer een Netflix melding dat ik een nieuwe Netflix serie kan kijken. Ik weet trouwens niet eens welke Netflix serie dat is. Ja, ik heb gisteren wel Netflix gekeken. Ik heb gisteren weer eens naar een Steven Seagal gekeken, Under Siege. Dat was wel weer een good old oldie, zo te zeggen. Ja, hij blijft wel leuk, vind ik. Dan krijg ik een stukje 100. Ik denk dat het stuk is dan bij Zaandam, denk ik. Krijg je hier al een melding van? Ja, ik krijg het stuk, dan krijgen we het, dat stuk. Hoe vindt dat hij wel vrij snel komt trouwens, met die 100? Naar het zijn nou pasboom 100. Ik zal hem zo meteen maar even wat gaan remmen alvast. Mag je zo meteen een stukje 80 en dan weer een stukje 100. Ik denk dat je dan dat stuk denk ik dan door Zaandam heen cross, denk ik. Gewoon een stukje zakken naar 100 toe. Ja, ik word hier al erg hè, 100.
Zo. Back to 100. Dit mag een klein stukje 80 zelfs. Je mag je 100 op dit stuk. Wat nu? In de rem voor 80 zo meteen. Ja, maar dat we hier dus zometeen Zaandam bij crossen. Kijk, hier maar geen 80. Ping. Dan kom je hier dan ook zometeen op die... Oh, dan mag je gelijk bij 100. Oké. Ook zo apart het weer. Dan mag je meteen weer een stukje 80. Raar iets trouwens. Een stukje 80, dan een klein stukje 100. En nu mag je weer een stukje 80 zometeen. Beetje een rare snelheidcombinatie moet ik zeggen. Dan krijg je een bordje dat je weer 80 mag. Hier zo weer. Dan zou je haast denken dat je dan zo meteen dus door Zaandam heen gaat rijden. Ja, ik ben net een keer ontspoord. Nee, het is deze route heb ik nog. Het is allemaal goed gekomen bij deze. Flauwe opmerking trouwens hoor. Het is nog geen Zaandam trouwens. Het is Purmerend. Top. What a place to be. Septisch heb ik nog een ontsporing gemist. Nee, heel leuk. Echt. Ja, goed. Dat is nu 3 views. Lekker. Het is niet veel, maar... Het was wel vanavond. Ja, als je dit spel nog gewoon zo speelt... Of je zet even de stream aan. Dat weet niet zo'n... Nou, dat maakt wel niks uit. Oké, we zijn dus nu in Purmerend. Purmerend, dit zal dan als Purmerend Centraal zijn, denk ik. Daar is Smokey vergeet nog een keer. Smokey is er ook weer een keer aanwezig. Smokey vergeet. Ja, Purmerend. Cool. Smokey vergeet. Rustig met die trein. Ja, eerst ons spoorraadje gezien, ja. Dat was met die DDZ, hè. Ja, een rijtje. Daar is die weer. Ja. Ja, ik had een aantal weken was ik niet aanwezig, dat klopt, ja. Want ik had ik was gisteren ook online, hoor. Gisteren was ik ook online. Maar, ja, weet je wat het is? Ik had voor mij een verjaardag... En daarna hadden wij... Wat had ik dan ook alweer? Ik had er 2-3 dingen voor. 3 weken was het volgens mij. Verjaardag. Toen zijn we daarna naar India geweest. Met India geweest eten. Volgens ook. Oh ja, ik weet het weer. En ik had er een avondje op vrijdagavond gemixt. Ja. Dus toen was ik ook niet... Dat was het. Er zijn al 4 viewers. WRC Ghost is er ook bijgekomen. Met de tekst. Hey, terug. Hey, WRC Ghost.
Hey. Gezellig, leuk. Ja. Ja, en Mr. McDonald was er al. Die heeft de eerste ontsporing gezien. Ik heb eens een keer weer een ontsporing gehad. Ik had weer een serieus probleem met de wifi. Gisteravond weer eens. Ook opgelost. Dus ik had weer een fut-verbinding. Werkt nou weer goed. Hey, haha. Hey, I say go. Haha. Haha. Heel flauw dit. Ja, voor de mensen die het graag willen weten, we rijden op de route van Enkhuizen naar Amsterdam. Mooi. Ja, dat is zeker mooi. Mooi werk, hè? We stoppen nog even op Sloterdijk. Ik heb een seizoenskaart gekocht van Pexvolle. Vind je het mooi, hè? Ja. €240. Dus als mijn zus en mijn zwager niet meegaan, dan kan jullie mee op de pas van mijn zus en mijn zwager, als jullie dat willen trouwens. Dan heb ik het even over via Circle of Smokey 4G. Maar dan zou ik jullie wel eventjes... Ik heb drie kaarten voor Zwolle nu. Vaste plaats. We zitten op... ik zit nu weer op... Oh, dit is trouwens wel mooi trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Mooi foto trouwens, Lindsay. Is dat een puzzel, joh? Oh ja, dat is wel gaaf ding trouwens. Maar ik heb dus inderdaad een seizoenskaart. En dat betekent dus dat ik, dus ik kan drie mensen nu kunnen op die kaart. Dan, ik zal wel een glitje geven, want soms dan kunnen mijn zwager en mijn zus niet. Ik ga sowieso dan wel een keer met die oude van me, die vind ik ook wel een keer leuk. Maar als ik dan niemand anders weet, dan even op die dag, dan trek ik me even de bel. Dan kun je ook even mee naar... Oké, Diamond Painting. Klinkt heel erg luxe trouwens. Hé, mooie vrachtwagen weer. €130 mogen we nu nog maar. Ja, ik vind het wel heel fijn dat we weer terug zijn hoor. Ik ben echt heel erg blij om. In de rem voor 80. Hier ga je toch onder het rekenaar door? Ja, dit is voor mij het Amsterdam rekenaar waar het nu onder doorgaat. Zeg maar even keer, als ik het verkeerd heb, zeg maar tegen. Als op. Met een gebel. Ik mag maar 80 hier, sorry. Ja, Herkles ook terug. Heel goed, ja. Herkles ook terug. Oh ja, dat is wel een nabochtje dit trouwens, ja. Is dit pas Zaandam? Ja, dit is pas Zaandam. Voor kom je niet pas die twee spoorlijnen bij elkaar. Ja, dat is hier zo pas. Zo, bijgeluiden erbij maken. Misschien wel een beetje, vind ik hoor. Echt een bijgeluiden route. Ik wil een beetje dingetje. Ja, het lijkt er net wel op hoor. Dat is wel een mooi ding trouwens. We hebben er daar goed naar gekeken. Dat heel goed uit. De stoer uit. Ga zo door. Ik heb een Nintendo Switch gekocht. Ja, ook dat is leuk. Het is sport. Ik ben al iedere avond aan het sporten.
Eens kijken of die... of ik hem een keer op een PC kan zetten, dat ding. Hier gewoon meegieten. Ik heb iets in petto, wat misschien wel kan werken, dus... Grappig. Ja, ik vind het een mooi ding, die Nintendo Switch. Vind ik mooi dingetjes. Kijk, ik heb hier die polsbandjes. Moet je om doen, anders dan... Ik had hem eerst gedaan zonder polsbandje. En ik denk, nou, ik zat even die Switch Sport op. En binnen no time lag al een controle bijna tegen mijn tv aan. Dus... moet je wel bepassen. We komen trouwens hier door zijn dam heen. Zaaddam. bolen heb je dan. Bolen. Moet ik echt zo gooien. Tennissen. Badminton. Ja. Net weer bijgeluiden inderdaad, ja. Nou, ik vind het niet zo mooi bijgeluiden. Ja, bij mij heb ik... Ik heb bijgeluiden inderdaad, ja. Dat klopt, ja. Maar wat ik vind het golven kun je. Golf is trouwens wel leuk, alleen die is wel langdraag, moet ik zeggen. Dus je hebt wel heel veel leuke dingetjes erbij. Ik heb gewoon de dingen wel liggen. Oké. Hoe bevalt mijn vakantie? Uit stekelbaas. Hoe is jouw vakantie dan? We zitten trouwens bij Xander op de Oosterpoenen tribune, vak 17, stoel 131, 152, 153. Dat is een beetje in ieder geval. Onderaan het veld, we zitten een beetje op de middenlijn. Ik denk... Dat ben ik de laatste keer toen ik een seizoenskaart had, zat ik daar ook. Ja. Okay, we komen nu echt in de buurt van Amsterdam. Amsterdam ligt het dan. Ik ga je natuurlijk wel met veel pijn en moeite ga ik hier doorheen. Nee, geintje natuurlijk. Wat hebben jullie met Koningsdag gedaan dan? Ik ben bij Mark geweest, bij de Reverie, samen met mijn zus. Zijn eerste in de stad geweest. En ja, logisch, Koningsnacht. Oh, het was gek, joh. Maar we zijn dus naar Koningsnacht geweest. En ik was in de stad. En ik bestel even twee biertjes. Jullie mogen nu eventjes onder in de chat zetten... Hoeveel dat gekost heeft. Hoeveel kosten twee biertjes? Nou, noem eens een prijs. Ik ben benieuwd. Hoeveel kosten twee biertjes? Oké. Wat de ASMR maar is. Oh, dat lukt. €12,50. Wow. Oké. Okay. €15. Wow. Haalt wel mee. €11,50. €8. Twee glaasjes bier. Niet normaal. Dat is een krat kordaat. Nou, niet dat ik kordaat drink, maar... €8. Ga ik naar Mark toe, in de Reverie. We zijn daarna naar Mark toe gegaan. Mark Betting van de Reverie, voor het café. We hebben de tweede helft van Manchester City nog even gekeken. En Arsenal. Dat is een stampersdruk. Daar had ik €3,50 voor een biertje. Met glas. 33cc. Ja, €8 voor 20
CL. Je hoort goed. 8 euro. Niet normaal. Als schofterig duur. Dat is gewoon niet meer normaal. Wat is je als ik denk? Nou. Hij mag wel remmen van mij nu. Hallo, remmen dan, jongen. Ja, ik vind dat gewoon niet meer normaal. Ik vind dat gewoon niet meer normaal, die prijzen. Oeh, net aan zie ik. Net aan. Ik vind dat gewoon... in mijn beeld... Zo, ik sta hier gewoon eventjes... goeiedag weer in de positie. Oh, dan kan ik nu even een biertje halen. Dan kom ik hou even mijn Tesselaatje op. En dan kunnen we daarna even over babbelen, oké? Okay? Even een momentje. Ik zal weer terug, niet weggaan. Zo, zijn opener. Ik begin met een groenbaard. Dat is een van Tessel dus, van de Tessel Brouwerij, is deze. Groenbaard. Grombaard is een Tessel. Grombaard is een stoer blond bier van 5%. Heel verfrissend met een volle smaak van gerstemout, tarwemout en 4 verschillende hopsoorten. Voor het zachte bittertje in de afdrank. Dronk, afdronk. Een grombaard is een oud-Hollands woord voor een ieder die er is en was voor onze vrede en veiligheid. We brouwen op Tessel uit respect omdat we niet vergeten en de vrijheid te vieren. Grombaard van Tessel, vriendschap voor het leven. Grombaard. Nou, gaan we kijken hoe die is. Die was gisteren niet zo erg speciaal. Ik heb er een glas bij gekregen bij de Tesselaar. En dit is een heel dun glas. Dus ik moet er wel op mee passen. Er staat een wit biertje, zie ik. Ik geef je hond dat later. Een hond? Hoezo heb je een hond dan? Oké. Okay. Ik zeg proost. Lekker. Ik wist niet eens dat jullie een hond hadden. Oh, we mogen weer vertrekken, zie ik. Sinds wanneer hebben jullie een hond? Oh, Smokey gaat even douchen en WSC Groot gaat even onder het water. Oh, oké. Okay. Ja, proost. Ik vind het wel lekker trouwens deze. Mag je maar 80 in, zie ik. Post op trouwens Amsterdam Centraal. Ik
Weet je al waar we zo meteen gaan rijden dan? Ja, ik heb wel iets op het oog. Hier is trouwens een stukje bovenleiding hier. Ja, master van de bovenleiding. Ja, gomma is ook wel lekker. Ja, ik vind hem wel lekker. Ja, hij is lekker. Heel goed. Als mensen vragen van, goh, Kasper, ga je hier nader hebben met de ICNG rijden? Die heb ik nog niet. Dus niet denken van, oké, leuk. Maar ik weet ook niet of ik hem ga kopen. Ik denk dat ik dan meer voor de Classic ga. Daar wil ik wel eens wat meer in gaan verdiepen. In de trains met de Classic treinen. Dus in de plan T's, in de Mat 64, in de hondenkoppen. In de, ik heb, nee niet, de 1100, de 1200, de 1300... daar wil ik echt wel eens wat meer in gaan verdiepen. Vind ik leuk. Ik doe het ook nu heel vaak met Amsterdam Powerhouse, weet je wel. Die Engelse treinen. Vind ik ook altijd wel mooi om daar wat mee te prutsen. Oh, wat heb je gekocht dan? Heel goed, hè, Amsterdam Powerhouse met dat PayPal werkt perfect. Niks mis mee. 60 mag nog maar. Dames en heren, jongens, meisjes, station Amsterdam Centraal, station Amsterdam Centraal, Amsterdam van Luchtendom. Amsterdam Centraal Station, volgende stop. Ik ben toch benieuwd welke aankoop je dan gedaan hebt bij Armstrong Powerhouse. Nou ja, ik had... Ja. Ik keek de laatste keer naar een Ruud Q. Die had het over Armstrong Powerhouse. Soms station 10B. Dus ik moet een klein stukje doorrijden, zie ik weer. Oh. Niet meer? Nou toch, de pezer is nog wel volgens mij. Van Northern Rail. Ik dacht dat ze nog wel een pezer hadden volgens mij. Maar hebben ze die nog wel hoor, van Northern Rail? Ja, ik heb hem zelf wel. Als je hem graag, echt graag wil hebben, dan moet je hem een glitje geven. Dan kan ik hem wel een keer naar je opsturen. Ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn met Powerhouse, maar... We moeten even een keer een mailcontactje hebben of zo. Dan kan ik hem wel een keer naar je opsturen. Klaas 800 ook een mooi ding trouwens. Nou, is hij dan weg dan? Nou, dan kunnen we het wel. Want ik mis namelijk ook eentje van Powerhouse volgens mij. Dat is namelijk de DMU 101, die is toch niet meer volgens mij. Dat is die Pacer variant, is dat met die. Ja, die is lastig hoor. Nou, ik zou eens even kijken hoe groot die is. Oh, is niet zo heel erg groot volgens mij. Ik kan zo even voor je neus even. Dan kan ik hem eventueel wel, als hij niet meer te koop is daar, dan kan ik hem ook gewoon naar je toesturen dan toch gewoon. Via de mail of zo. Dus de klas... wat is ook weer de klas ook weer? Of wat
was ook weer de klas van dat ding? Welke type? Ja, kom goed. Luister, ik ga deze even afsluiten. Ik ga niet weg, Rob. Ik sluit hem even af, want ik ben nu ook aan het opnemen. Is het een goed doelstukke dag? Doei!